We zijn in Brussel, Julio. Ja, de bekende Manneke Pis. Ja. Maar dan komt natuurlijk mijn grote vraag: plas zij nou hard of zacht water? Ja. Dat is een hele goede vraag. Nee, volgens mij hebben we hier nog geen waterontwarder geïnstalleerd. Dus we moeten maar eens even met de gemeente Brussel contact opnemen. Hè? Ja, precies. Dit is wel beter natuurlijk als die zacht water. Ja, ik bedoel, zacht straaltje, anders gaat het zo spetteren en zo natuurlijk. En het zorgt voor een hele hoop vervuiling en daar zitten we niet op te wachten. Nee, daarom. Nee. En ik hoor nu ook dat de fanfare langs komt. En die heb ik even voor jou geregeld. Gaat want gebeuren, wij vieren namelijk dat de waterontharder even populair gaat worden als Manneke Pis. Ja, daarom. Nou ja, je ziet het al. Hè? We krijgen een warme onthaal van de burgemeester. Helemaal goed. Ja. We gaan er even naar kijken. Ja. Nou, Julio, beneden gaan de festiviteiten gewoon vrolijk door. We gaan het echt helemaal vieren. Maar als we heel even teruggaan naar de oorsprong. Hè, want in Nederland ben je natuurlijk heel erg bekend nu. Maar dat is ook natuurlijk niet zomaar gekomen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, in Nederland is dat ontstaan door mijn vader. Die heeft het apparaat oorspronkelijk ontwikkeld. Omdat die had thuis heel veel last van kalkaanslag. En ja, ik ben zeg maar in het bedrijf gekomen. Ik heb bedrijfskundige informatica gestudeerd. En ja, ik heb het hele online gebeuren zeg maar groot gemaakt. En ja, mijn vader leeft helaas niet meer. En nu ja, heb ik het apparaat zelf doorontwikkeld natuurlijk. En ook mede door tv is het helemaal groot geworden in Nederland. Het wordt nu tijd dat het ook groot gaat worden in België natuurlijk. Maar goed, hè, de eerste stap is gezet. Nou, het is natuurlijk zo dat het ondernemerschap gaat nooit zonder slag of stoot. Je krijgt te maken met allerlei obstakels en hobbels. Ja, heb jij dat ook gehad? Ja, zeker wel hobbels moeten nemen inderdaad. Ja, bijvoorbeeld met financiering om te groeien. Daar ben ik wel heel erg tegenaan gelopen. Dat ja, de banken hebben toch altijd, willen ze pas ja, een financiering geven eigenlijk als het al goed gaat en groot is en niet meer nodig is eigenlijk. En ja, nu met groeien hebben we het niet meer nodig en nu krijgen we steeds aanbiedingen, zeg maar. Dus ja, ergens moet ik er ook wel weer om lachen dan, maar ja. Nou, het is een beetje feest. Zullen wij lekker een Brusselse wafel gaan eten? Nou, daar heb ik wel trek in. Hey Julio, welke gaat het worden? Nou, voor mij met chocola. Wat vind jij lekker? Chocola, heerlijk. Oh, nou, dan hebben we allebei hetzelfde, toch? Kijk eens. Hey. Dankjewel, lekker! Lekker, hè?